Dus een proloog in Sankt Wendel van 2,3 kilometer. 2300 meter, dat moet zowat de kortste koersafstand van het hele seizoen zijn. Ilan van Wilder is intussen aan zijn Deutschland-tour begonnen. Dat is ook zijn ding, zo'n korte tijd. Alhoewel, dat is ook een klasbak. Het is spijtig dat hij zo'n beetje in de schaduw al Hans zijn carrière zit van Remco. Hè? Want hij feit in een steengoed renner. Hè? Streek- en leeftijdsgenoten. En hier komt Van Wilder aan. Vol overgave nog een sprintje. Weet dat het om de seconde gaat in deze Deutschland Tour. Net niet onder de 2.30. Dat kregen we nog even mee in beeld. Maar dus wel in de buurt van de tijd van deze man, Marco Haller. En wel een sterke proloog voor Bennett. Ja, ik zou dat dus echt niet zeggen als ik hem zag rijden. Hij gaat met 22 honderdste van een seconde onder de tijd van zijn ploeggenoot Marco Haller. Ik zou het echt niet gezegd hebben als ik hem bezig zag na die bocht. En als je die andere renners ziet, hoe ze na die haakse bochten zich recht op de trappers terug in gang trokken. Dat hij gewoon bleef zitten en doortrapte. En intussen krijgen we de finish van Dylan Teuns met een goede tijd voor Teuns. 2.35. Ja, het zal allemaal dicht bij elkaar liggen, denk ik, de verschillen. Nieuwe beste tijd en het is er weer eentje van Bora Hansgrohe. Die in de hot seat mag plaatsnemen. Danny van Poppel. Nou, eigenlijk de lead-out van hem, hè? Van Bennett. Ja, inderdaad. Die neemt over. En die gaat wel stevig onder die tijd van Bennett. De laatste 200 meter voor de snelle Duitser. Hij komt niet aan de tijd van Poppel. En dan is het toch tot op de meet, want elke seconde telt in de komende dagen als het gaat om die bonificaties en het spel voor het algemene klassement dan. Finish van Zeilaert. En hij komt heel dicht en hij gaat er net onder. Onder de tijd van zijn landgenoot Danny van Poppel. 2.26.38 is de nieuwe bestijd. Op naam van Michael Zeilaert. Ja, toch. Die toch geholpen dat gesloten tand wil voor. Ja. Oh. En hier Alexander Christophe die de laatste bocht bijna mist. Ja, toch nog. De eerste dat ik zie, hij heeft een bocht mist. Of heeft hij gevallen? Misschien met zijn schouder is tegengezeten. Hij is onderweg. De Deense favoriet voor deze proloog. Zondag winnaar van de Bemer Cycle Classics in Duitsland. Ook met een vol tandwiel vooraan. En vol overgave. Ook. Hier hebben we de finish van Vernon. Gaat hij onder de tijd van Zeilaert. Dat ziet er heel goed uit voor de Brit. Met bijna 3 seconden verbetert hij de tijd van Zeilaert. 2.23.57 is de nieuwe bestijd. 3 seconden eraf, jongens. Je rijdt bijna 60 per uur. Onwaarschijnlijk. Ethan Vernon. Pedersen heeft zijn eindsprint al ingezet. Kijk eens, komt hij er nog?
Nee, hij komt dichtbij, maar hij komt er net niet. Tweede tijd voor Mats Pedersen, 2:24.84. Daar hebben we hem en hij komt niet aan de tijd van Ethan Vernon, Brandon McNulty. Het is de Brit die deze proloog wint en dus de eerste leider wordt in de ronde van Duitsland. Vernon wint voor Pedersen en Zeilaert dan Danny van Poppel, Polit, Steimle, Tiller, Michels, Sam Bennett, excuseer, en Marco Haller. De top 10 binnen de 6 seconden.